Hoi, mijn naam is Kees en hierbij een video voor jou over zelfacceptatie versus zelfverbetering. Twee superbelangrijke concepten in persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en het leven aan zich. Heel vaak hebben we het over verandering, optimalisatie, onszelf verbeteren. Dit is waar persoonlijke ontwikkeling over gaat. Dat is waar ontwikkeling voor een groot deel over gaat. Dat is waar als je ziet dat mensen ontwikkelen op een schaal van hun voornamelijke state of mind, zeg maar. Dus of ze blij zijn, boos zijn, verdrietig zijn, als een dominante emotie. Dat gaat allemaal eigenlijk over zelfontwikkeling. En die zelfontwikkeling, dat is iets waar onze maatschappij ook heel groot in is en heel erg gefocust op is. We zijn niet zo gefocust op zelfacceptatie, maar we zijn heel erg gefocust op, we moeten anders, we moeten het beter doen, we moeten onszelf blijven verbeteren. We moeten altijd optimaliseren en als mensen vragen hoe gaat het met je, dan is het ook heel vaak een soort van sociaal wenselijk om het idee te hebben van ja, ik ben aan het groeien, weet je wel. Om de zoveel jaar moet je een andere baan hebben. Moet je misschien iets anders gaan doen met je leven. Moet je met iets anders bezig zijn. En zo is het eigenlijk de bedoeling dat je bezig blijft. Dat je altijd maar gewoon allerlei dingen aan het doen bent. En doen, 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 doen. Dat is ons ding. En uiteraard is er niks mis met ontwikkelen en met groei. Maar we vergeten eigenlijk de zelfacceptatie daarbij. Ja, zelfacceptatie is niet alleen wat je denkt. Het is niet alleen van, oh, ik accepteer mezelf of alles wat ik ben. Aan de ene kant is dat natuurlijk wel zo. Dat is een deel van zelfacceptatie. Maar zelfacceptatie heeft daarnaast een hele belangrijke rol. En die rol is eigenlijk, het faciliteert zelfverbetering. Zeker zelfverbetering op een hoger niveau. Als je kijkt naar jezelf verbeteren, zeg maar, daar heb je, als we het even plat slaan, heb je daar over het algemeen vier niveaus in. Eerste niveau is eigenlijk onbewust. Dat is eigenlijk, ik weet niet wat ik aan het doen ben op het gebied van zelfverbetering of zelfacceptatie of zelfontwikkeling. Ik weet gewoon niet wat ik aan het doen ben. En dat is natuurlijk helemaal oké. Maar dat is een bepaald niveau waarbij je ook maar eigenlijk niet echt weet of je aan het groeien bent. Het volgende niveau is eigenlijk dat je een bepaalde vorm van bewustwording krijgt en dat je daarmee vaak begint aan een persoonlijke ontwikkelingsreis. Die persoonlijke ontwikkelingsreis die brengt je vaak naar, ik ga meer bepaalde type dingen doen. Ik ga ook nieuwe dingen leren, weet je. Ik ga bijvoorbeeld leren over beperkende overtuigingen, of ik ga leren over hoe kan ik dingen doen die goed voor me zijn? Gezond eten, yoga, meditatie, sporten. Ik denk eerder sporten, dat soort dingen. Zeg maar dingen die gezond voor ons zijn. Ook misschien productiviteit. Dingen doen die we leuk vinden. Dat wordt dan belangrijk. En eigenlijk, op dat niveau is het allemaal nog erg wilsgedreven en gaat het heel erg over, eigenlijk niet over acceptatie, maar gaat het alleen over zelfverbetering. Ik moet mezelf verbeteren. Als je bewust wordt eigenlijk aan het begin van, in die fase van persoonlijke ontwikkeling, van bepaalde dingen die eigenlijk niet lekker gaan, heb je het idee, ik moet harder vechten. Ik moet mezelf ontwikkelen, ik moet mezelf gaan disciplineren. Nou, en als ik mezelf wil disciplineren, dan moet ik eigenlijk meer doen. Maar dan gaat het ook voor een deel niet vanuit acceptatie. Dan gaat het voor grotendeels vanuit het idee, ik accepteer juist mezelf niet en daarom ga ik mezelf veranderen. Nou, een derde fase van ontwikkeling is op een gegeven moment als mensen aankomen met, eigenlijk door middel van hun doelen en persoonlijke ontwikkelingen, tot op een bepaald niveau komen dat ze het idee hebben, ik ga niet alleen gelukkig worden van mijn doelen halen. En dat is een ontzettend groot inzicht. Het inzicht zijn, er is meer in het leven dan alleen mijn soort van financiële doelen of of coole reizen of een goede baan of iets dergelijks. Er is meer dan de buitenwereld, er is ook mijn binnenwereld. En mijn binnenwereld is ook belangrijk.
En door die focus te gaan hebben op de binnenwereld, gebeurt er iets heel bijzonders. En dat is vaak spirituele ontwikkeling. Er is een mogelijkheid tot spirit of ziel, hè, wat spirituele ontwikkeling is. Er is een mogelijkheid dat er focus komt, niet alleen op het materiële, maar ook op de binnenwereld. En dat zouden we dus spiritualiteit kunnen noemen. Ik vind spiritualiteit niet echt een fantastisch woord, maar het beschrijft wel dat het ontwikkeling is voorbijgaand aan het ego of de dingen die het ego graag wil. Populair zijn, rijk zijn, geliefd zijn, et cetera. Ook omdat dat maar beperkt uiteindelijk je gelukkig gaat maken en je dat gerealiseerd hebt. En het is vaak allemaal op een onbewust level, begin je dan aan een spirituele ontwikkeling. En vaak gebeurt dat naast, zeg maar, het gebeuren van het ego. Zeg. De spirituele ontwikkeling begint op een bepaalde manier dat je vaak je gaat verrijken met kennis. Maar ook dat je gaat kijken naar hoe kan ik... Eigenlijk wat voor dingen kan ik doen, wat eigenlijk een soort spirituele ontwikkeling is, wat een soort persoonlijke ontwikkeling is in een spiritueel jasje. Dus eigenlijk is het nog steeds meer doen. Gaat het over, kan ik bijvoorbeeld ook gaan mediteren zodat ik tot rust kom? Of kan ik ook mindfulness gaan doen zodat ik kan ontspannen? Of kan ik ook, en dan kan ik ook productiever zijn, weet je wel? En kan ik iets doen? Iets spiritueels doen of iets doen wat niet alleen goed is voor mijn perceptie voor hoe de buitenwereld me ziet, maar kan ik iets doen voor mijn binnenwereld en vaak met het idee dat ik alsnog dan beter ben. Dus meer focus nog steeds vanuit zelfverbetering en nog steeds eigenlijk meestal geen of nauwelijks focus op zelfacceptatie. En dat zijn de eerste drie niveaus van ontwikkeling eigenlijk, dus onbewuste ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling. En het vierde niveau is een heel belangrijk niveau. En dat is het niveau van na spirituele ontwikkeling, van eigenlijk spiritueel zijn. En daarmee zelfacceptatie. Dus je gaat van spirituele ontwikkeling naar spiritueel zijn. En dat klinkt heel erg gek, dat is misschien ook een gekke naam, maar het idee erachter is eigenlijk dat je juist minder gaat worden. De idee bij ontwikkeling is vaak, ik ga meer worden. En dat meer worden is eigenlijk, ik ga meer doen en ik ga meer met meer bezig. En op een gegeven moment weet je dat eigenlijk, je kan heel je agenda ontzettend ver vullen. Je kan ontzettend veel gave dingen bereiken. Maar uiteindelijk is dat niet hetgene waar het over gaat. Dus je weet, de buitenwereld is eigenlijk minder belangrijk. En er komt een diepere focus op de binnenwereld. En niet meer een binnenwereld om dingen beter te kunnen alleen maar. Maar ook snappen dat de manier waarop beter kunnen, waarop je beter kan worden, is eigenlijk door meer tot rust te komen. En te accepteren hoe dingen zijn. En gek genoeg kom je erachter op het moment dat je meer accepteert. En dan komen we echt op zelfacceptatie versus zelfverbetering. Op het moment dat je meer gaat accepteren, ga je zien dat je meer gaat verbeteren. Op een manier dat je niet druk legt op jezelf. Op een manier dat je niet, zeg maar, discipline nodig hebt. Waarbij eigenlijk in persoonlijke ontwikkeling en spirituele ontwikkeling je moet focussen op je discipline. En je discipline ontzettend belangrijk is. Is met spiritueel zijn je discipline totaal niet belangrijk. Dat klinkt opeens heel gek, maar eigenlijk alles waar we discipline in hebben, daar ontwikkelen we niet onze binnenwereld mee. Ontwikkelen we niet onze spirit mee. Onze ziel of hetgene wat we daadwerkelijk zijn. Want we zijn, zeg maar, zielen of bewustzijn in een lichaam. Want we zijn ons bewust van ons lichaam, dus we kunnen niet alles waar we ons bewust van kunnen zijn, zijn we niet, maar kunnen we ervaren. Dus we kunnen het lichaam ervaren en onze zintuigen ervaren. Daarmee ervaren we weer de buitenwereld. We ervaren onze gedachten, dus we zijn onze gedachten niet. Dus dat wat we zijn, die eigenlijk onveranderlijke ziel, die ontwikkelt zich pas op het moment dat we
onszelf van de buitenwereld en de binnenwereld gaan accepteren. En dat we ons lichaam gaan accepteren en dat we wie we zijn gaan accepteren. En op het moment dat we accepteren, dan kan ons lichaam en ons zijn en onze binnenwereld kan zich ontspannen. En op dat moment komt eruit wat er eigenlijk al in heeft gezeten. En dat is jouw eigen, hetgene wat eigenlijk al die tijd al bij jou paste. Jouw eigen binnenwereld wordt rustig en relaxed. En er worden dingen helder. Jouw buitenwereld wordt ontspannender en je gaat dingen doen die beter bij je passen. En de dingen die niet bij je passen, die vallen weg. Maar dat zijn dingen waar je altijd veel moeite voor hebt gedaan, die niet bij je passen. En dan heb ik het niet over je belastingen. Want ook je belastingen kan je doen zonder moeite en dat past bij om je belastingen te doen. Of die was te doen, dat hoort er gewoon bij. En dat is oké. Misschien kan je ook wat uitbesteden, dat zou kunnen. Maar dat betekent dus niet dat je niet meer de cruciale dingen doet. Maar dat betekent dat je de dingen die niet bij je passen, misschien de vrienden die niet bij je matchen, misschien de mensen waar je heel veel moeite voor moet doen om die te zien, misschien de sport waar je heel veel discipline voor nodig hebt, maar niet per se heel leuk vindt, het dieet waar je totaal geen trek in hebt, die dingen die kan je laten gaan. En door die te laten gaan, ontstaat er ruimte voor eigenlijk meer zelfbewustzijn, meer zelfacceptatie, want vanuit zelfacceptatie kan je heel veel van die dingen laten vallen. En daardoor verbeter je eigenlijk. Want wat voor een verbetering er plaatsvindt, is eigenlijk de verbetering vanuit zielsniveau, vanuit je binnenwereld. En door die ontwikkeling, doordat dat ook een ontwikkeling is die gaande is, word je niet alleen veel ontspannender, maar word je ook en ga je jezelf meer accepteren. Maar wat er gebeurt, is de binnenkant kan zich gaan ontwikkelen. Dus laat me hier een voorbeeld van geven, want het is best een ingewikkeld concept. Stel, je hebt moeilijke emoties en gevoelens over je gewicht. Hè? Daarom ga je van nature ga je veel sporten, om dat te compenseren. En doordat je veel gaat sporten, word je eigenlijk voor een deel zeg maar moe, maar word je ook voor een deel weer slank. Dus je bent vermoeid, je bent slank en je bent aan het sporten. In principe zou je denken, niks meer aan de hand. Maar het vergt ontzettend veel discipline. Op het moment dat je zelfacceptatie doet, dan ga je misschien minder sporten. En de moeilijke gevoelens komen op, die accepteer je en die laat je vervolgens gaan. En vervolgens neemt je gewicht misschien aan het begin iets toe. Omdat je dus weer eigenlijk... stel je hebt bepaalde etenspatronen en die komen vanuit moeilijke gevoelens, zoals het bij heel veel mensen is, die gebruiken eten om zich te verdoven op een bepaalde manier. Dan op het moment dat je die moeilijke gevoelens ziet, dan zal je zien dat die manier om een soort van eten te gebruiken als verdoving, die valt weg. En doordat die wegvalt, neemt je gewicht weer af. Dus eigenlijk door zelfacceptatie kom je tegen hetgene wat eigenlijk de hele tijd het probleem was. En het probleem was niet dat je naar de sportschool moest. Het probleem was dat er moeilijke gevoelens van binnen zaten die zorgden dat je te veel at. Klinkt eigenlijk logisch, maar onder heel veel van de problemen die je hebt, is eigenlijk het grote probleem is dat je jezelf niet accepteert met het probleem. En doordat je het probleem niet accepteert of zeg maar de dingen die onder het probleem zitten niet accepteert, kan het probleem blijven ontstaan en blijven bestaan. Want het ontstaat elke dag weer. Op het moment dat het ophoudt met ontstaan, betekent dat het niet meer kan ontstaan, omdat er geen moeilijke gevoelens en gedachten zijn die aan het fundament liggen van deze moeilijke gevoelens en gedachten. Die moeilijke gevoelens en gedachten, sorry, die liggen aan het fundament van zeg maar de gewoonte in dit geval om bijvoorbeeld te veel te eten. Dus zelfacceptatie is eigenlijk, zeker vanuit een hoger niveau, is het cruciaal in je zelfverbeteringsproces. Want er zijn namelijk twee manieren om jezelf te verbeteren. En één
is door zelfacceptatie en de andere is door discipline. En die door discipline die is minder lang houdbaar. Dus zelfacceptatie versus zelfverbetering. Laten we even een samenvatting doen. Zelfverbetering, niks mis mee. Maar zelfacceptatie, dat is eigenlijk de beste manier om jezelf te verbeteren. En dat is eigenlijk jezelf te verbeteren door jezelf te accepteren en het vervolgens te laten. Vervolgens geen extra regels voor jezelf te stellen. Geen extra discipline, geen discipline te gaan hanteren. Maar gewoon te zeggen, oké, ik accepteer dat dit een ding is. En op het moment dat je het accepteert en jezelf accepteert en jezelf juist niet meer die regels oplegt en niet meer met die discipline eigenlijk jezelf in een bepaald hokje haalt, zal je zien dat er van nature of alles eigenlijk goed komt en een andere, veel fijnere manier krijgt in jouw leven, een fijnere plek krijgt in je leven, of dat je ergens tegenaan loopt en dat je ziet, hé, er is een probleem. Er is een probleem, want dit gaat echt niet goed. Nou, en op dat moment weet je eigenlijk, er zitten moeilijke gevoelens en gedachtes onder dit onderwerp. En die zal je alleen zien door zelfacceptatie. En dan kan je discipline er tegenaan blijven gooien, maar dan ga je uiteindelijk toch niet veranderen, omdat daaronder die moeilijke gedachten en gevoelens zijn en die willen gezien worden. Dat is meestal vanuit een diepere reden ook de reden voor je problematiek. Dat je moeilijke gedachten en gevoelens gezien willen worden. Oké, dat was mijn video over zelfacceptatie en verbetering. Wil je nou meer van deze video's zien? Klik dan op abonneren hier beneden. En like deze video als je hem leuk vond. En ik hoop je snel te zien. Ciao.